Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben afgelopen zaterdag naar de designer outlet in Roermond geweest. En ik had op Instagram stories een poll geplaatst voor te vragen of jullie graag een shoplog van mijn gekochte items zouden willen zien. En praktisch alle comments waren heel positief. Dus bij deze mijn shoplog van de items dat ik in Roermond heb gekocht. Er waren ook al extra solden op de outletprijs, dus ik heb wel een paar goede koopjes kunnen doen. Dus we gaan er gewoon aan beginnen. Ik ga zeggen wat ik er uiteindelijk voor heb betaald. En misschien ook wel wat de oorspronkelijke winkelprijs is buiten de outlet. Omdat ik dat zelf altijd heel interessant vind. Wat ik dan uiteindelijk bespaard heb, als je het zo kunt zeggen. Dus voilà. Als je benieuwd bent naar deze video, geef dan zeker een like. En vergeet ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En dan gaan we nu verder met de video. Allereerst wat met accessoires, make-up beginnen en dan overstappen naar de kledij. Het allereerste item is van Guess. Dat is ook mijn allereerste aangekochte item van de dag. Zit in dit hoesje. En het is geen handtas, maar het is een klein rugzakje waar ik op slag verliefd op werd. Het is heel, heel mini, maar volgens mij perfect als je een dag naar de stad gaat of je gaat op citytrip en je hebt eigenlijk niet veel nodig, is dit echt perfect. Het is met een wit-zwart, zo zigzagachtig patroontje. Het is met een drukknop en dan kan je het zo opentrekken. Van binnen zit er nog een klein zakje in. En dan vanachter de twee lietjes om het als rugzak te dragen. En deze vond ik echt heel tof. Je had het ook nog in een ander motiefje, die ook heel mooi was. Maar ik denk dat deze meer zoiets is dat je echt niet beu gezien gaat worden. Dus met deze ben ik echt super blij. We hebben hem uiteindelijk nog maar €35 betaald. En moest je hem oorspronkelijk in de winkel hebben gekocht, was hij €107. Dus voor €35 is dat echt geen miskoop. En ja, love it. Vlak voordat we naar huis gingen, zijn we nog de New Balance ingewandeld. Ik wil er altijd graag eens gaan zien, omdat ik dat heel mooie sneakers vind. Maar meestal in Roermond zijn dat altijd de sportieve schoenen. Dus meer voor te gaan lopen en zo. Maar ik dacht, we gaan toch eens kijken. En ik heb een heel mooi paar op de kop kunnen tikken. Ze waren €56. En normaal gezien waren ze €80 in de outlet. Ik weet niet de originele prijs van de schoenen. En het zijn deze Pretty Boys. Ze zien er dus zo uit. Ze zijn bordeaux kleurig. En dus bordeaux kleurig met aan de zijkant gouden details. Het is het model 515 en ik vind ze echt geweldig. En ze zitten ook extreem comfortabel. En ik heb er een super kleine voet in, wat dat ook altijd handig is. Ik heb wel een maat groter genomen dan mijn normale maat en die zitten perfect. Dus ja, deze had ook nog een soortgelijke, maar dan zonder de gouden details. En die waren maar €46 of €49. Maar ik ben toch voor deze gegaan, omdat dit model mij net iets beter stond. En ik het iets specialer vond. Dus voilà. Dan zijn we ook nog even bij de bodyshop gepasseerd. En daar heb ik een fond de teint gekocht. De Fresh Nude Foundation in de lichtste kleur 010. Deze was nog €14 in plaats van 20. En ik heb hem vandaag ook al op. En tot nu toe ben ik er al zeer tevreden over. En de kleur vind ik heel goed matchen. Met dat ik redelijk bleek ben, is het toch wel altijd moeilijk om een te vinden. Dus ik ben benieuwd hoe dat deze mij gaat bevallen. Maar dus deze heb ik meegenomen voor €14. Daarnaast hebben we bij de L'Oréal, hebben mijn mama en ik een Mega Volume Miss Baby Roll mascara meegenomen. Deze was €8. Ja, mascara is altijd handig. Dus we wilden deze niet testen en ja, voor €8 is wel een goede deal, denk ik dan. Daarnaast ben ik ook bij Pandora geweest. Ik was namelijk op zoek naar een mooie ring voor alle dagen aan te doen. We zijn uiteindelijk bij Pandora geraakt. Ik heb er 3 meegenomen. Ik heb er 2 gekocht en ik heb er eentje van mijn mama gekregen. Maar bij Pandora was het echt zo hard pushen dat het niet meer leuk was. Maar ik heb natuurlijk wel mijn ringetjes gevonden. En die komen dan in dit klein zakje. Ik ga ze rond mijn vinger doen. Ik denk dat dat makkelijker is om te laten zien. Dus dit is de eerste. Dat is eentje die ik dus zelf heb gekocht. En het is eigenlijk een zilverachtige ring.
met eigenlijk van die draaiingen erin. En die vond ik heel mooi, heel subtiel. En deze was, moet ik even op mijn bonnetje kijken, 23 euro nog. Ja, deze was nog 23 euro. Dan de volgende dat ik heb gekocht is een iets andere. Deze is meer rosé-goud. En het zijn eigenlijk allemaal bolletjes die aan elkaar zitten. En die lijkt heel veel op de zilveren, maar die is toch net iets anders. En deze was 34 euro. En dan de laatste die ik van mijn mama heb gekregen. Is ook net iets anders. Deze was 31 euro. En die is zowel een goudkleur als zilverkleur. Met ringetjes en daarin bolletjes. En die vond ik ook echt heel mooi. Dat zijn zo van die heel simpele ringen. Dat bij alles gaan. Bij elke outfit gaan. Dus voilà. Ik ben heel blij dat ik er trouwens gevonden heb. Ook al was het een hele opdracht om daar effectief plaats te vinden. Om uw ringen deftig te kunnen passen. En dan komen we bij de kledij-items. En allereerst ben ik bij Karl Lagerfeld geweest. Ik ga het er even bij nemen. En daar heb ik twee t-shirts gekocht. Twee dezelfde in twee verschillende kleuren. Eén heb ik er zelf gekocht en mijn mama vond de andere heel mooi. Dus die heb ik van haar gekregen. En dat zijn deze pretties. Dit is de zwarte. En er staat dus Karl Lagerfeld op met het poesje. En dan hier staat Karl Lagerfeld opgeschreven. Vond ik echt een hele toffe t-shirt. Ik heb hem iets losser gekocht. Niet oversized, maar gewoon dat hij niet heel hard spant. Omdat ik dat zelf gewoon aangenamer vind zitten. Het is een aangename lengte, dus niet te kort. En deze was uiteindelijk nog 27 euro. En de originele verkoopprijs in de officiële winkel was 90 euro. Dus voilà, deze. En dan heb ik die ook nog in het grijs. En die ziet er dan zo uit. Ook een heel toffe t-shirt in het grijs. En die was dus ook 27 euro. Je had hem ook in de sweater. En daar was ik eerst over aan twijfelen om die te nemen. Maar ik heb al vrij veel puls en ik heb er ook nog één gekocht. Dus dan dacht ik, dan is misschien een t-shirt wel toffer om eens af te wisselen. Dus dat heb ik dan ook gedaan. En dan de laatste winkel waar dat we nog iets hebben gevonden is bij de Supertrash. Daar heb ik een pull en een blazer. En allereerst, dit is de pull. Het is een groene pull met dus eigenlijk hier dezelfde boord. En dan is dit zo wat fishnet-achtig. En die ziet echt heel mooi. Dus voilà. Die viel heel klein uit, want ik heb dit ook in de jurkversie gepast. En daar had ik een medium in. En dan in de pull had ik ineens een XL. Maar de verkoopster zei dat die precies heel klein uitvielen. Dus voilà. En die ziet er dus zo uit. Heel simpel, maar wel een hele toffe pull vond ik zelf. En die was uiteindelijk nog 55 euro. En de verkoopprijs niet in de outlet was 120. Dus dat vond ik ook nog een goede prijs. En ik heb uiteindelijk voor deze gekozen en niet de jurk ervan. Omdat ik denk dat ik de pull toch net iets meer ga dragen. Dus voilà. En dan het laatste item en eigenlijk mijn favoriete item van heel de shoplog. Ook al ben ik blij met alles dat ik heb meegenomen. Is de blazer die ik van Supertrash heb. Dit is een donkerblauwe blazer. Ik heb hem even op een kapstokje gezet. En hij is heel lang. Hij komt tot net iets onder uw poep. Het is een heel chic stofje. Ik heb hem in één maatje groter moeten nemen, omdat ik vond dat hij aan de armen net iets smaller zat. En één maatje groter was beter. Dus hij ziet er zo uit, heel simpel. En dan de kraag komt ook heel laag. En dan zijn er drie knopjes. En dan de knopjes aan de mouwen heb je er ook eigenlijk redelijk veel. En die vond ik echt super mooi. En die was uiteindelijk nog maar 40 euro. En de originele prijs in de winkel was 190. Dus dat is echt een afslag van 150 euro. Wat heel veel was. Hij was ook nog in het grijs. Maar die vond ik iets minder mooi. Dus ik ben voor de blauwe gegaan. Dus deze is echt wel mijn favoriet. En je kan hem zowel klassiek als wat stoerder combineren. Dus dat is ook altijd heel fijn. Dus voilà. En dan waren dit al de items dat ik heb gescoord samen met mijn mama
in Roermond. Ik hoop dat jullie het een toffe shoplog vonden. Laat me zeker ook weten in de reacties wat jullie favoriete item is. Bij mij is het vrij duidelijk dat het de blazer is. Maar ik hoor het graag van jullie. En dan ga ik hier de video afsluiten. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video terug. Doei!